Onvoorstelbaar, Lierse. Ze speelden met vuur en nu is het 1-1. Ja, ik ben benieuwd wat dat losmaakt op de tribunes van Antwerp, Leo. Dat is onwaarschijnlijk. Ze gaan met z'n allen rechts aan op de tribunes. Een orkaan wordt het plots. Antwerp dat zo ingedommeld was en zo gelaten die laatste minuten uitspeelde. En heel dat hele stadion dat nu recht veert en dat ene doelpunt erin wil en schreeuwt. Maar voorlopig is natuurlijk nog altijd niet het geval. Nog altijd die 0-0 hier bij Antwerp. 84ste minuut zijn we. En Antwerp trekt nog eens even ten aanval. De spanning stijgt op de Bosuil. Ze gaan niet meer zitten. Ze blijven juichen met de armen uit elkaar. Alsof het al voor elkaar is. Maar het is niet voor elkaar natuurlijk. Want ze moeten nog scoren in die laatste minuten. Ja, spannender kunnen we het eigenlijk niet verzinnen, denk ik. En hoe zit het dan met het slotoffensief van Antwerp, Leo? Dat is nog volop bezig. En is dit een mogelijkheid? Is het een strafschop? Even... Ja, scheidsrechter geeft een strafschop. Hermans gaat achter de bal staan. Gaat hij hem erin trappen? Gaat hij erin? Jawel, die gaat erin. En de Bosuil ontploft zoals het in geen jaren nog gebeurd is. Overal, de spelers vliegen het publiek in, de tribunes in. Willen blijkbaar denken niet meer aan verder voetballen. We zijn nog maar 89 minuten ver. Maar dit is de hel. Dit is de hel van Deurne. Zoals we die vroeger ook wel hebben gekend. En Antwerp met die ene goal, de doelpunt, de strafschopdoelpunt van Hermans, heeft het dus geklaard tot grote opluchting van de hele Bosuil. Maar je zou het moeten zien hoe ze hier dansen. En hier 100, hoeveel zijn het er? Een 13.000 zijn er opgekomen om het mee te maken. En Antwerp, de spelers samengetroept naar de overkant, naar de harde kern. En daar juichen en daar vieren. We hebben het geklaard. Het is misschien lang geleden dat ze op Antwerp nog eens even mogen juichen, zoals dat nu het geval is. En Antwerp speelt dus de dubbele finale tegen Roeselare. Vechten tot de laatste minuut en dan hopelijk kunnen wij met plezier naar huis rijden. We hadden iets te weinig afgemaakt voor de kansen dat we gekregen hebben. Moet ook eerlijk zijn, tweede helft hadden we het iets moeilijker. Verliezen we de grip, want waren de ruimtes net iets te groot. Hermans jaagt hem weer in de rechterbovenhoek of ergens anders. Hermans, weer binnen. 3-1. Knappe wedstrijd van hem met veel draai.